Ja, ik heb inderdaad, dus om naar Papua te gaan, heb ik daar wel, dus waar dat dan de zee was, heb ik geroeid. Ja. Dus 6 maanden roeien om naar Papua te gaan. 6 maanden Om dan... roeien. Ja, maar wel van eiland naar eiland, dus dat was nog oké. Wacht, maar Papoe-Guinea, daar zitten toch ook veel stammen en zo, niet? Ja, Ja. maar dat is. Kannibalen of geen kannibalen? Vroeger, in de Vroeger. tot de jaren 70 zijn er nog kannibalen geweest. Ja, Ik heb daar bijvoorbeeld in de buurt op een eilandje geweest. En ja, dat is eigenlijk een heel afgelegen gebied. Ook heel veel van die eilandjes niet bewoond zijn. Ja. Of soms zitten daar inderdaad nog stammen. En ik kom daar op een eiland en ze willen me daar meenemen naar een stukje jungle. En ze doen zo'n teken van, ja, gelijk je keel oversnijden. Dat doen ze naar mij. Maar ik denk, ja, gebarentaal betekent overal iets anders. Maar toch, die pakken een machette, we gaan die jungle door. En we komen naartoe, daar is een grot en dat ligt daar vol schedels van mensen. Nee, echt. Ja, zo'n 30, 40. Indiana Jones. En dan dacht ik dacht ook echt van, ah, wat gaat er hier nu met me? Want je bent ook gewoon alleen, dus ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Maar uiteindelijk, ay, op die supervriendelijke mensen ook, ik ben daar heel goed ontvangen geweest, die zeiden ook, ja, die zijn er al 200 jaar of zo, die schedels. Dus. Wat betekende deze dan? Ja, een kop. Hè, ze gaan mijn koppen laten zien. Ah, oké. Okay, dus vandaar. Okay. Een nieuwe bijleggen. Ja, want... toeristische trekpleister. Ja, maar dat was echt... echt gek. Maar dat is bijvoorbeeld ook dat teken. In Rusland deden ze dat soms ook. En dat wil zeggen, er is niks meer of de weg is afgesloten. Ah, oké. Okay. Maar de eerste keer dat je dat dan ziet, dan denk je van... Ja, want je verstaat die taal ook niet volledig. Hè. Ja. Dat is... No, it's okay. Ja, misschien. Maar dus vanaf... vanaf België naar Indonesië. Welke landen doorkruis je? België, dan Duitsland, een klein stukje Nederland, maar dan Duitsland, Polen, Oekraïne, Rusland. Dan heb ik daar de Elbrus gedaan. Okay. Ben ik zo doorgefietst naar Kazachstan, Kirgizië, China, zo Tibet door naar Nepal, dan de Everest gedaan. En dan ben ik vandaar doorgefietst naar India, Myanmar, Thailand, Maleisië en Indonesië. Oh, nu weet ik hoe ik mijn familie moet bezoeken. Maar dan zijn en dan nog eens 6 maanden geroeid. Ja, in totaal. Ja. Ik heb een paar keer moeten over en weer gaan omdat mijn visum verliep. Want dat zijn die administratieve dingen. En wat kom je dan allemaal tegen onderweg? Je moet toch echt dingen zijn tegenkomen? Ja, tuurlijk, sowieso. Vertel. Een keer kapseizen bijvoorbeeld ook. Ja. Ik moet wel zeggen, op die 6 maanden, ik denk dat ik 2 maanden alleen geroeid heb. En dan 4 maanden zijn er ook vrienden meegegaan. Ah, ja, okay. Dus dat was ook heel fijn. Ja. En je komt eigenlijk van heel afgelegen gebieden, soms naar super toeristische ook. Omdat Indonesië heeft een paar exclusieve divespots. En zoals de Komodo. Daar komt die Komodo vandaan ook vandaan. Ik weet niet of je die kent, maar dat zijn zo... Dat zijn precies dinosaurussen, als je ziet. Dat zijn zotte de dragons. Van, ja. En ja, Bali, gepasseerd Bali, dus dat is echt... Paradijs. Ja, dus dat is ook single ideaal. Fin geweest? Leuk. Single fin, Uluwatu en zo. Of had je gewoon doorgefietst? Ja, ik ben langs Bali geroeid. Ah, ja, oké. Okay. Maar ik ben inderdaad wel in Bali ook wel een... want ik moest daar een tijd wachten ook. En daar heb ik dan wel een paar dingen bezocht. Gili Gili Islands. Mushrooms. De Gili Islands ben ik gepasseerd ook. Mushrooms dus on the way of niet? Hè? Mushrooms genomen daar? Of? Nee. Voor de volgende keer dan. Ik was aan het roeien. Ik had dat misschien moeten doen. Dat zou nog leuk geweest zijn. Het voordeel is, ik heb ooit de bepaalde tochten, dat zijn tussen twee eilanden, zijn er soms 24, het langst was 35 uur alleen geroeid. Jezus. Ja, door die hitte, 50 graden in de zon, water, en soms zijn dat gewoon aan het overgeven van vermoeidheid of een beetje zeeziekte. En ik moet zeggen, ik heb geen mushrooms moeten nemen, want soms zijn ze gewoon zo aan het hallucineren. Ja. Puur door die dingen. Hè. Dat zijn heel gekke ervaringen. Dat is echt...